Dag ladies and gentlemen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En vandaag gaan wij iets superleuks doen. We gaan namelijk macrofotografie doen, maar in dit geval gaan wij daarvoor Lego gebruiken. Hier zo in het mooie Delfzijl. Op die manier krijgt Lego een beetje wat meer leven. Klein leuk feitje over hoe Lego ooit begonnen is. In 1932 is het ooit begonnen met een kleine productie. Een Deense man, Timmerman, in hart en nieren, die had een bedrijf in het maken van kinderspeelgoed. Dus in ieder geval voor nu een kleine video. Ik heb iets leuks van proberen te maken. Dus een uitgebreide vlog over hoe ik dat zulke foto's maak krijg je. En misschien een klein leuk feitje over hoe Lego ooit begonnen is. In 1932 is het eerste steentje gemaakt in Denemarken door ene man Olke en zijn zoon. Olke was een Deense timmerman in hart en nieren. Hij maakte speelgoed voor kinderen. Hij had zelf 4 kinderen trouwens. Maar door slechte tijden ging zijn bedrijf kapot. Bleef hij achter met 4 kinderen. Omdat zijn vrouw namelijk overleed. Hij was er kapot van en zijn zoon vond het vervelend om te zien. En hij was op de markt gaan kijken naar ideeën. En uiteindelijk kwam hij op het idee om een steentje te maken. Van plastic. Het is helaas geen vlog zoals ik het wou hebben, maar het is in ieder geval een video die online komt. En ik vind het wel fijn om elke woensdag en elke zondag een video online te gooien. Dus een uitgebreide vlog over hoe ik dat zulke foto's maak, krijgen jullie nog. Maar voor nu is het helaas niet mogelijk. Ik hoop dat jullie onlangs dit gaan genieten van mijn foto's. En dan zie ik jullie zondag weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik zoals altijd, say cheese.